Ajax speelde tegen FC Zürich uit Zwitserland. En dat werd uiteindelijk een makkie dankzij twee goals van Romee Leuchter. Bij de eerste kreeg Leuchter nog hulp van de keeper van de tegenstander. Kijk maar, want ze denkt gewoon die bal te vangen, maar die stuit achter de lijn. Daarna scoorde ze opnieuw. Dankzij deze overwinning plaatst Ajax zich dus voor de groepsfase van de Champions League. De 16 beste clubs uit Europa doen mee aan dit toernooi, waar ook nog veel geld mee verdiend kan worden. Kun je aangeven hoe belangrijk dit is voor het team? Ontzettend belangrijk, want we gaan topwedstrijden spelen in de Champions League, top tegenstanders. Dus ik denk dat iedereen zich kan laten zien. En nog een pluspunt, de Champions League wedstrijden van Ajax worden voortaan niet meer in dit kleine stadion gespeeld, maar in de Johan Cruijff Arena, waar veel meer fans bij aanwezig kunnen zijn. Ook het vrouwenteam van FC Twente kon zich plaatsen voor de Champions League, maar dat verloor thuis van het Zweedse Häcken met 1-2 en haalde dus het hoofdtoernooi niet. Is het een off-day? Is het spanning van het publiek wat er is of wat we kunnen behalen? Ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat het een combinatie is van alles. En we hebben gewoon niet ons niveau gehaald en daardoor staan we nu hier met lege handen.